Karmijnzuur, cochinille rood en E120 zijn drie verschillende namen voor één dezelfde stof. Om dingen een roze of rode kleur te geven. Roze koeken bijvoorbeeld. Maar ook drankjes, muisjes, winegums, aardbeienyoghurt, worst, surimi-sticks en zelfs lippenstift. Maar het is niet zomaar een kleurstof. De herkomst van karmijnzuur is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Veel van het eten dat je koopt in de supermarkt is gekleurd. En dat is niet zomaar. De reden van kleuren is omdat je dan meer product verkoopt. Het ziet er gewoon lekkerder uit. En als je dus een flets product naast zet, dat verkoopt minder. Sterker nog, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een mooie kleur dingen ook daadwerkelijk lekkerder laat smaken. Het bepaalt in hoge mate de suggestieve deel van de smaak. Om dingen rood te maken is karmijn een populaire kleurstof. Je hebt er maar een piepklein beetje van nodig om liters yoghurt een kleurtje te geven. Om te zien waar karmijnrood vandaan komt, moet je naar Latijns-Amerika. Of, dichter bij huis, de Canarische eilanden. Daar groeien zogenaamde schijfcactussen, waarop de cochinillenluis leeft. En in die luisjes schuilt het geheim achter de felrode kleurstof. Karmijn of cochinille, dat is van oorsprong een dekschild van de vrouwelijke cochinille schildluis. Om aan hun kleur te komen, halen deze vrouwen ze eerst zorgvuldig van de cactussen. Om ze daarna, al schuddend, dood te maken. En dan zie je plotseling waar de kleur vandaan komt. Dus dit is het bloed van de luis. Tu labio? Para que te pinte los labios. En zo kleuren de luisjes al eeuwenlang onze koeken, snoepjes, toetjes en drankjes. Maar waarom gebruiken we luizenbloed? En niet gewoon de aardbeien, frambozen of bosvruchten die zo mooi op de verpakking staan? Als ik met aardbeien iets rood wil maken, dan heb ik heel veel aardbeien nodig. Zeg maar 10-20%. Er gaat misschien een 10e of 100ste% in. In de meeste van deze vruchtendrankjes zit, behalve op de verpakking, niet heel veel fruit. Maar door de inhoud rood te kleuren, ziet het er alsnog uit alsof er wel iets in zit. En dan drinken wij het met liefde op. Ja, je hebt aan de luizen te danken dat het eten op vele fronten opgefleurd kan worden, dat we het lekkerder gaan vinden.